is maandag en het is 2 uur 's nachts. En ik sta inmiddels mijn derde en vierde boterham te smeren. Want ik kan gewoon niet slapen van de honger. Ik moet gewoon eten. Ik heb zo'n zin in boterhammen met boterhamborst en smeerkaas en hagelslag. De boterhammen zijn echt het lekkerste in de wereld. En ik ga pas slapen als ik helemaal vol zit. Goedemorgen, ik heb mij even klaargemaakt. Het is maandag vandaag en ik sliep vannacht redelijk laat. Maar goed, Lars was vandaag vrij, dus die is vanochtend gaan sporten. Dus dat vind ik heel goed van hem. En hij komt zo terug en dan gaan we naar een huis kijken. Dus ik ben benieuwd. En daarna heb ik een afspraak in Rotterdam. En ik moet echt nog een beetje wakker worden. Ik ga even ontbijten. Ik ben echt trouwens wakker geworden. Mega keel en oorpijn. Dus ik zit aan het thee met honing. En ik weet niet eens of ik echt eten door mijn keel krijg. Want het doet zoveel pijn. Echt niet normaal. Het is later op de dag. Lars en ik hebben vanochtend een bezichtiging gehad. En ik heb daarna een meeting gehad. In Rotterdam. En ik ben nu weer onderweg naar huis. Ik heb zo'n ontzettende keelpijn. Ik kan het gewoon niet aan. Ik kan niet slikken. Ik kan niet praten. Het is echt... ja, absurd gewoon. Het doet zoveel pijn. Maar ik ben nu onderweg. Ik ga even eten bij de Harbor met Lars en Lester. En dan gaan we daarna naar première. Van een nieuwe film waar Ali in speelt. Dus dat is zo leuk. Ja, mijn keel doet echt belachelijk veel pijn. Ik ga stoppen met praten. Ik ben met Lars en Lester, zo. En Lars moet even controleren of er kappertjes op zijn kapotje zijn. Wij zijn bij de première van Patser. De stelling is hier, over de helft. En ja? Lars is hier. We zijn dus naar de première geweest van de film Patser. En ik lijk wel een spook. Dat was wel leuk. En Ali speelde erin, dus... het is zeker absoluut de moeite waard om daar naar te gaan kijken. Ik ga nu mijn gezicht eraf halen en mijn tanden poetsen en ga ik lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Ik dacht weer dat ik dagelijks aan het vloggen was, maar dat is niet waar. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben me aan het opmaken. Ik ga straks richting Groningen rijden, omdat... ik het eigenlijk best wel zielig vind dat Lars altijd maar heen en weer moet rijden. En ik aan het begin heel vaak in Groningen kwam. En dat aanzienlijk minder is geworden. En ik dacht, ik neem jullie even een beetje mee in mijn make-up routine. Omdat ik daar best wel veel vragen over krijg. Ik heb al foundation op. En dat is nog steeds... mijn meest favoriete foundation ever. Dat is de Dior. Ik weet niet of je hem nu goed kunt zien. Ja. De Forever Undercover 24 Hours Full Coverage Foundation. En ik gebruik de kleur 020. En is dat niet scherp? Ik gebruik de kleur 020. En een klein drupje van 030. Om de kleur een beetje goed te krijgen. En ik gebruik als concealer de Instant Anti-Age. De Eraser Eye. Van Maybelline New York. En die was eerst niet in Nederland te krijgen, maar volgens mij is dat steeds makkelijker om aan te komen ook als je niet, of als je in Nederland woont. Want ik had hem toen in Miami gekocht en echt ingeslagen. Maar volgens mij kan je hem ook makkelijk, of hij ligt zelfs in de winkels, of hij is gewoon te bestellen online. En natuurlijk is eigenlijk tegenwoordig alles wel online te bestellen. En als ik mijn concealer en foundation erop heb zitten, dan poeder ik altijd eventjes mijn T-zone en onder mijn ogen poeder ik af. En dat doe ik met, ja, die make-up ziet er allemaal zo goor uit omdat het allemaal met elkaar in aanraking komt. Dan gebruik ik de LA Girl Pro Powder. En deze zat ooit in een pakketje en mijn andere poeder was op. Ben ik deze gaan gebruiken. En ik moet zeggen dat hij me heel goed bevalt. Dus ik zou deze absoluut zelf nog eens kopen. Zo.
heb niet eens veel nodig. En ik merk echt dat wanneer ik andere poeders gebruikte, dat er dan heel snel toch het weer begon te glimmen. Maar dat is bij deze eigenlijk echt niet zo. Dus nu ik er even bij nadenk, is het echt een hele fijne poeder. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik moet even iets voor mijn lippen, want ze zijn zo ontzettend droog. Het is een matte. Ik gebruik even een glossje van NARS. Dit is Istria, heet die. Volgens mij zat deze ook ooit in een perspakketje bij zo'n paletje. Zat deze kleine lipgloss erbij. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. En daar gebruik ik de MAC 208 kwast voor. En dit paletje van Huda Beauty. En dit is zo'n mini Smoky Obsessions. Verder heeft die geen naam. Er is al één ding compleet uitgegaan. Dat is wel heel zonde. Maar ik gebruik altijd de kleur hier links onderin voor mijn wenkbrauwen. En zoals jullie weten, ben ik niet echt een ster in het tekenen van mijn wenkbrauwen. Alles behalve zelfs. Echt altijd als ik een video zit te editen en dan kijk ik naar mijn wenkbrauwen, denk ik echt, oh mijn god. Wat dacht ik die dag? Dacht ik dat het er wel prima uitzag en dat ik zo de deur uit kon? Of dat ik zomaar even een video op kon nemen, maar ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon geen gevoel voor. En ik heb ook mijn wenkbrauwen. Ach, nu zit ik gewoon weer alles op mijn voorhoofd te smeren. Ik heb ook mijn wenkbrauwen ooit laten permanenten. Zodat ik een beetje een richtlijn had. Alleen, dat is een beetje vervaagd. Dus ik ga even een afspraak maken om die weer opnieuw te laten doen. Maar ik dacht eigenlijk dat dat niet mocht als je zwanger was. Maar dat mag dus wel. Dus dat ga ik even doen. Want het is nu, hoe lang zou het geleden zijn dat ik het gedaan heb? Ik denk niet al een jaar, maar echt wel een flinke periode. Dus ik moet dat eventjes weer opnieuw gaan doen. Ik moet zeggen dat mijn huid de laatste tijd best wel iets beter is geworden. Ik heb echt hele slechte periodes gehad in mijn huid. Voor mensen die lang bij vlogs kijken, die weten dat. En daar baalde ik echt zo enorm van. Want ja, als je huid gewoon slecht is, dan kun je make-up aanbrengen wat je wil. Maar het gaat er gewoon niet echt mooi op zitten. Dus dan voelde ik me altijd echt heel kloten door. Alleen de laatste tijd gaat het eigenlijk best wel de goede kant op. Dan gebruik ik een bronzer. En dit is een bronzer van, volgens mij is die van Kiko. Ja, ik weet niet echt. Hij is wel van Kiko, dat zie ik hier staan. Maar de achterkant is helemaal gekrast. Dus ik heb geen idee welke kleur het nou exact is. En ik ben helemaal geen ster in bronzer aanbrengen of dat soort dingen. Dus ik doe vaak gewoon een beetje zo op mijn wangen het een beetje aanbrengen. Dat het net allemaal even iets gezonder lijkt. Maar voor de rest is het niet dat ik er heel veel aandacht aan besteed. En voor de rest, ja, het ligt altijd een beetje aan wat er in mijn make-up dan zit. Of ik nog iets ga aanbrengen en hoeveel tijd ik heb. Maar ik zie nu geen highlighter liggen, dus dan doe ik dat niet om. Ik zie wel een mascara en ik zie een oogpotloodje. Ik ga even een oogpotloodje gebruiken. Even het lijntje boven mijn oog. Oh, ik zie dat ik boven mijn ogen niet goed heb afgepoederd. Dat is helemaal in de lijntjes gaan zitten. Dat vind ik zo lelijk. Maar goed, ik ga hier een beetje aan de buitenkant van mijn oog een klein beetje aanzetten met dat kleur. Ja, dit is echt heel lelijk geworden. Ik ga denk ik met een kwastje een beetje proberen het uit te smudgen. Dat doe ik gewoon met mijn wenkbrauwpotlood kwastje. Anders ziet het er echt niet uit. Ik heb dit eigenlijk altijd. Altijd als ik iets doe, al is het uit verveling, waarin ik mijn make-up routine een klein beetje aanpas, dan wordt het gewoon zo lelijk. Gewoon omdat je het niet gewend bent om te doen. Ik doe nu mascara op en dit is de mascara van MAC. En ik heb eigenlijk altijd mascara's
gebruik ik die ik gewoon binnenkrijg. En dat ik denk, oh, mijn mascara is erop. Of hij is al 3 maanden in gebruik. Dus ik moet even een nieuwe gaan gebruiken. Die mascara's gebruik ik gewoon. Maar ik moet zeggen, sinds ik deze mascara heb en deze heb ik zelf gekocht, vind ik hem echt fantastisch. En als deze zijn beste tijd gehad heeft, ga ik deze zeker opnieuw kopen. Oké, mijn wimpers liggen boven. Dus ik ga er even wimpertjes op doen en dan ben ik al klaar. Dan ga ik de auto in. Toch of niet? Oh ja. Ik was het weer vergeten. Dat gaan we niet hoor. Zo. Ik was net met Lars sushi eten. Ja. 300 meter, 5 minuten lopen. Oh, maar liefje, het is zo koud. Even kijken of we iets dichterbij kunnen parkeren. Oké? Okay? Ja, auto. Auto 2 minuten, stop. Nou, we gingen de sushi eten. En het was best wel lastig om een leuk restaurant te vinden. Wow. Je belt jou. Waarom neem je niet op? Kai belt, maar ik neem niet op omdat hij al zo lang praat. Heb je iemand anders onder de cel? Ja, oké, okay, is goed. Bel dit nummer straks. Ja, ja. En dan hoor je Pedro uit Spanje opnemen. Die zegt, oh, ik heb zin in je. Hola, señor. Ja, dan hoor je mijn eigen joh. Nou. Is dat rapper short? Ja, ik ga Parno maken. Kijk je ook Parno? Weet je nog, van die ene? Nee. Oh, weet ik wel, ja. Kijk je vaak Parno? Weet je ook weer. Ja, van Love at First Lie. Ja. Maar hoe heet ook weer, check die prestie. Sophie. Oh. Maar goed, we... Ik moet de andere kant op trouwens. Oh. Oké. We waren dus aan het eten. We waren dus aan het eten. Of jij je bij de hand een mondje kan houden. Moet je even omdraaien, want zo'n 50 meter mag je niet meer rijden. Oh. Oké, ik zie jullie zo. Oké, we hebben de auto een meter verder gezet. En we lopen nu naar het poolcafé. Omdat ze willen poelen. Maar ik was nog een verhaaltje aan het vertellen. Want we zaten dus daar. Nou, we hadden best wel snel gegeten. En toen... wil jij vertellen wat er gebeurde? Toen... we zaten zeg maar tussen 4 mensen in. Aan de andere kant een tweetje en aan de andere kant ook een tweetje. De eerste grap was wel. We gingen best wel vroeg eten, want we hadden honger. Dus het was 6 uur. Fucking groot restaurant. Allemaal tafeltjes van 2 zo naast elkaar. En er zit 1 tafeltje van 2, daar zitten 2 mensen aan. Dus die vrouw zit ons ernaast. Dus Mo zegt van, mogen we niet een ander tafeltje? Nee, gereserveerd. Oh nee, maar die mensen hadden precies een tafel nummer 36. Het was 35, wij zaten op 36. Ja. Ging helemaal nergens over. Ja, dus nou, dat konden ze niet. Dus wij zaten naast die mensen. Nou, naast ons kwamen ook mensen te zitten. Ja. En toen... Boven elke tafel hing een zieke kroonluchter. Heel laag. En toen stond Lars op. We hadden binnen een kwartier gereden. En Lars staat op. Tak! Keihard met zijn hoofd tegen die lamp aan. Nou, maar het was zeg maar zodanig hard. Ondertussen waren er wel 12 mensen in het restaurant. Ik was van 2. Dus er was zo'n akelige stilte opeens in het restaurant. Want iedereen keek me aan. Zo ongemakkelijk. Nu heb ik een hersenschudding. Oh, liefie. En wij gingen dus laatst. Vorige week hadden wij een bezichtiging. En toen stootte de makelaar. Toen stootte de makelaar zeg maar zo hard zijn hoofd. Dat ik gewoon een andere kamer in moest lopen. Omdat ik. Ja, ik kon het gewoon niet meer aan. Maar het is zo lullig om recht in iemands gezicht te lachen. Dus ik had het niet gedaan. Dus ik dacht, zo, wat een loeft hier. Dus nou, ik was direct naar een club of zo. Het is ook een paardenclub eigenlijk. Oh, oké, yes. En toen kon ik niet lachen. Dus toen, ja, ik moest gewoon. Ik zat echt met tranen in mijn ogen. En nu gebeurt hetzelfde bij Lars. Dit is helemaal kamer, want ik ging nog elke keer naar jouw kamer lopen om weer aan het lachen te maken. Iemand heeft zin om te poelen. Nou, het is hier ook druk, hè? Hi. Zou er nog een tafel vrij zijn, Lars? Er is nog een tafel.
gewonnen en Lars 1 keer. Dus dat is redelijk goed gegaan. Wat zei je? Dat je 4 keer hebt gewonnen. Hoeveel? Gefeliciteerd, 4 keer. 4 keer? 4 keer. 4 keer? En jij? 0 keer. Oké, dankjewel. Maar je bent wel goed. Ik zeg je eerlijk. Ik zeg je eerlijk. Zeg je eerlijk. Ik zeg je eerlijk, welkom bij deze 101 Bars. Voor een meisje? Dat is dus onzin om te zeggen, want ik ben... Je bent geen meisje, nee, dat klopt. Maar... Voor een meisje ben je best wel goed. Ik heb zowel met heel veel meisjes gepoeld. Ja, ik wou net zeggen. Met hoeveel meisjes heb jij gepoeld? Zeg dan. Met mijn zus deed ik vroeger altijd op vakantie. Oh, nou dan... Was je zus beter of ik? Als ik nu tegen je zus zou spelen, wie zou er dan winnen? Ik denk dat je wel wint, want mijn zus denk ik al 20 jaar niet gedaan. Ja, daar gaat het niet om. Wel. Het gaat om presteren op het moment. En dat ben ik. Ik moet schijten, joh. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het is een redelijk grauwe dag. Ik ga even ontbijten. En ik ben echt verslaafd aan deze boterhamworst. Heerlijk. Even ontbijten. En dan gaan Lars en ik weer richting Amsterdam omdat wij een bezichtiging hebben. We bezichtigen wat af de afgelopen weken. Ik heb echt zo'n leuke dag. Tenminste, hij is aan de andere kant ook weer echt... Leuke dag. Je hebt godverdomme van Groningen naar Amsterdam gereden en je hebt geen woord tegen me gezegd. Ja, omdat ik hoofdpijn heb. Maar ik heb wel iets fantastisch moois gezien net. En Lars is het niet met me eens. Kutlul. Nee, kijk, we hebben nu 4 huizen bekeken. En ik ben er bij geen één zo vrolijk weggegaan. Ja. Dus het is eerst waar Momo enthousiast over was, terwijl ik al eerder enthousiast was over een huis wat absoluut veel te duur was. Nee, dat kunnen we betalen. Nee, dat kunnen we niet. Jawel. Moet je het willen, is de vraag. Alleen is verstandig. Dat is de vraag. Maar ik vind het een heel mooi huis, alleen er zijn gewoon diertjes wat ik nog wil veranderen. Maar ik vind jou ook een hele mooie jongen, maar ik zou ook wel eens dingen jou willen veranderen. Nee, er is genoeg aan jou te veranderen. Ik zou aan mezelf willen veranderen dat ik geen keelpijn meer had. Zo echt. Ja, geen hoofdpijn, dat maakt ook een stuk gezelliger deze dag. Ja. Maar goed, we hebben nu even boodschappen gedaan. Ja, ik probeer Lars echt compleet te overtuigen van het feit dat ik net mijn droomhuis heb gezien. Waar ik mezelf voor altijd zie wonen samen met deze belachelijk leuke man. Maar ja. Weet je, sommige dingen zijn ook een kwestie van graag of niet. En daar leg ik me dan ook maar bij neer. Oké, we gaan nu naar huis. We hebben nu boodschap gedaan. En vanavond gaan we lekker eten bij Duinies. Daar heb ik zoveel zin in. Ik heb echt al heel de week zin in deze soep. En nu zijn we hem eindelijk aan het eten. Ik heb echt al zin hierin sinds we bij Joy hebben gegeten. Dat ik hem ook zo lekker vond daar. Ja. En deze echt lekker. Nou, ik vond die daar ook wel echt wel lekker hoor. Vind je deze lekkerder? Zeg maar, daar vond ik de structuur lekker, een beetje dat schuimerige. Je zit wel zomaar gewoon een brokkip. Brokkip. Hey, goedemorgen, wij zijn weer terug. Van Dynasty was echt lekker. En ik ben snot verkouden. Dus ik ga mijn gezichtje er lekker afhalen. En dan ga ik even lekker stomen. En dan ga ik slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Oh man, het is vandaag donderdag. Ik voel me zo ontzettend ziek. Ik ruik niks. Ik kan mijn hele voorhoofd zit vol met snot. Het gaat. Ik ga even stomen en dan ga ik even wat eten. Man, wat zie ik eruit. Wij hebben net een bezichtiging gehad. Ja. Ik ga nu even eten samen met Lars en met Paola. En dan gaan we lekker zwemmen. En vanavond is de eerste aflevering van Temptation Island. So I really can't wait. Ik voel me trouwens wel echt helemaal verneukt vandaag. Mijn neus zit zo dicht. Het is echt unreal. Dus ja, dat wilde ik ook nog even zeggen erbij. Ik heb zojuist weer een lesje, een klasje, zwangerschapszwemmen gedaan. En ik heb het bloed heet, want dat heb ik het altijd in het zwembad.
En Lars die zit in een restaurant hiernaast te wachten op Paul en mij. En dan gaan we naar huis de allereerste aflevering van Temptation kijken. Ik heb zoveel zin in. Vandaag is het vrijdag. En ik voel me echt zo ziek. Het is echt niet normaal. Ik kon vanochtend gewoon letterlijk helemaal niks overgeven. De hele shabam. Het was echt... het was geen vrolijke ochtend. Maar goed, ik heb even gedoucht. Ik ben even naar de supermarkt geweest. En ik heb even wat boodschappen gedaan. Want Kai komt straks een video opnemen. En die komt ook even met je lunchen en zo. Dus ik moest even boodschappen naar huis halen. En iemand reageerde laatst op mijn vlog of ik kon laten zien wat ik had gekocht bij de supermarkt. Dus dat ga ik maar doen. Ik heb wit brood gekocht. Ik heb bolletjes gekocht. Ik heb deze pizza gekocht. Deze pizza's zijn zo lekker. Die liggen dus altijd gewoon daar bij het begin koelvak. En die zijn echt zo ontiegelijk lekker. Grillworst. Duitse biefstuk. Bruin brood. Sla. Tomaatjes. Figuurworst. Ik geef alles wat in de koelkast moet. En zo op de kant leggen. Aardbeidjes en tomatensoep. Oh ja, ik heb ook dit gekocht. Visvrije tonijnsalade. Dit is dan een soort van pakket waarmee je dat allemaal kunt maken volgens mij. Of dit is niet een pakket. En het is gewoon alleen... Ja. Het is alleen het tonijn. Maar ik heb wel alles wat hier ligt... Wat hier staat. Nee, niet alles. Maar wel veel. Heb ik in huis. Dus ik ga dit even ontdooien. En dan ga ik het vegetarische tonijnsalade maken. Dus dat mag ontdooid worden. Kan je vragen nu om het adres. Die is al ongeveer een uur te laat. Dan heb ik verse jus d'orange. Daar heb ik echt zin in trouwens. Mini blikjes cola. Hier heb ik een bakje kaas. Een bakje pijnboompitten. Knaks. Citroen. Gember. En tot slot een komkommer. Oké, Kai die was gearriveerd. 3 uur te laat. Arrivé. Dat is niet waar. J'arrive. Je was wel laat. Lieverd, ik had meetings en dat loopt uit en het is spannend allemaal. Het is voor mij ook allemaal nieuw, dus... Ja, maar jij was ineens zo gemotiveerd om met mij af te spreken dat je zei, ik ga heel snel die meeting in en dan raak ik er weer uit. Ja, omdat we een geweldig idee hadden. Ja. Heb je al gezegd wat we gingen doen? Nee. Pak mijn onderkin, die broertje. En wat kent. Heb ik voor jou gemaakt? Knakkies! Ja, je kan ze zoeken, maar ze liggen er niet meer. Hey. Oh! En waarom is dit halve knakje nog... Ja, wil je die? Nee, ik hoef hem niet. Dan zou je wel een beetje tengels aangezeten hebben, is het niet? Nee, het is gebroken met de vork. Gebroken met een vork? Ja. En is er een bepaalde reden waarom jij deze niet op je eigen broodje hebt gedaan? Nee, gewoon omdat ik dacht, deze is gebroken, dus die gebruik ik niet. Oké, dus als iets gebroken is, dan gooi je het gelijk weg. Ja, man, je bent zo'n vieze snit. Ja, jij bent een vieze snit. Ik was net bestend aan de telefoon. Hij zegt dat ik ondertussen berichten heb te lezen. Maak je kapot, hè? Oké. Hey, ik heb trouwens iets voor jou, waar ik jou mee kan chanteren. Maar daar ga ik even de camera voor uitzetten. Nee, joh, doe even... Kijk, de manneke zitten op de grond met zijn frika. Ja, dat is Slangalea. Slangalea. Oh, ik ben warm. Ja, je zegt zelf dat ik ze terug moet doen. We waren uitgekomen. Hier ben ik heel blij mee dat ik dit heb. Die lekkere. Dit is mijn favorite van vroeger nog. Sabanotje is die, hè? Helemaal dynamite. Kai is naar huis en ik zit al eventjes op de bank naar een voetbalwedstrijd te kijken. En tegelijkertijd... zit ik te facetime met mijn lieve vriendinnetje. En ja. Hoe lang is de wedstrijd al bezig? Al heel lang, hij is ook afgelopen. Er zit nu 2 minuten nog extra bij. Oh my god, dit is echt duur. Wat? Dat hotel? Ja. Echt? Ik dacht dat het huis heel erg... €150 per nacht, dat vind ik niet. Nee. Ik dacht dat het low budget was, zeg maar. Dat vind ik echt niet low budget. Ik dacht 70, 80. Nou, ik dacht misschien 35 als je een kamer deelt. Dat dacht ik echt, omdat het zo'n... Dat is toch heel... Nee, ja, ik had dus wel een private room gedaan. Ja. Wat
Want shared, dat vind ik wel niet kunnen. Nou, shared is misschien dat als je ongeveer... Hoe leuk. Ronnie en Maan zijn aan het optreden bij The Voice. Het is zaterdagochtend. Vandaag hebben we de pyjama party. En ik voel me echt super slecht. Ik zou het liefst echt de hele dag in bed blijven. Het doet gewoon pijn om te praten ook. Maar ik heb dus wel heel veel zin in die pyjama party. En ja, er zijn gewoon heel veel mensen die een kaartje hebben gekocht om vandaag erbij te zijn. Dus ik ga me klaarmaken. En dan ga ik richting de Pulitzer. Sal heeft net gedroomd dat het niet doorging. Ja. Lars heeft het ook gedroomd. Bibi heeft over haar bevalling gedroomd. Oh my god. Yeah. They're all with you. They're all with spirit animals. I'm the everyone's dream. Bezig met het pyjama party evenement. En iedere keer komt er een groepje meiden hier binnen. En dan kunnen mensen alle foto's maken. En dan kan iedereen eigenlijk op de plekken waar wij de shoot hebben gedaan voor de pyjama's, kunnen ze foto's maken. Dus dat is heel leuk. En ja, dit is een beetje hoe het eraan toe gaat. And here we have my girl. Queen of jet lags. Yeah. Oh, kijk hoe leuk deze twee meiden hebben. Een foto van mij op een hoesje. Zo schattig. Ja. Ik heb net dus dit cadeau gekregen. Echt super lief. Überhaupt dat mensen iets mee hebben genomen. En er zit dus een brief bij met: hey, hier zijn 6 dingen die ik je wil vertellen. En dan cadeautjes erbij. Echt zo schattig. Doei doeg. Dit is dus de brief. Ten eerste, je vlogs zijn amazing. Oh, echt zo leuk. Je maakt me altijd lachen. 2, ik kan niet geloven dat ik je eindelijk heb gezien. Het was echt een droom voor mij. Ik kan hem eindelijk van mijn bucketlist afstrepen. Oh. Wat cool. Ik ben super blij voor jou en Lars dat jullie een klein wondertje op de wereld gezet. Ik kan me echt niet voorstellen wat voor mooi mens hij of zij gaat worden. Oh, ik ga echt huilen. Ja, ik ook. Het is echt super lastig om te bedenken wat ik je wil vertellen. Ik ga waarschijnlijk zo lekker in mijn nieuwe PJ slapen. Ik kan niks bij bedenken, dus hierbij, je bent geweldig. Oh, dit is zo lief. Oh my god, dit is zo lief. Zo, goedemorgen. Ik word net wakker. Ik ben na de pyjama party meteen naar huis gegaan en in bed gaan liggen. Het is nu 11:30 en ik word net wakker. Oeh, ik heb me echt al een hele lange tijd niet zo ziek gevoeld. Ik ga even wat eten maken. Ik hoop dat ik me dan iets beter voel. En dan daarna ga ik mezelf lekker klaarmaken voor bed. En lekker slapen. Oh. Het wordt een heerlijke broccolisoep. En een aflevering van 4 handen op 1 buik. Alleen de tv doet raar. Die heeft een gekke kleur. Dus ja. Ik heb dus net... Ik had sowieso mijn nagels moeten laten doen. Maar dit is echt verschrikkelijk. Dus ik moet nu gaan afknippen. Helaas. Zo, vandaag is het zondag. Ik heb me heel de nacht zo belabberd gevoeld. Vanochtend ging het ook niet helemaal lekker. Maar ik heb het idee dat ik nu een beetje beter begin te worden. Dat hoop ik in ieder geval. Dat het ook beter gaat worden. En niet dat ik me morgen weer slechter voel. Ik heb vandaag iets bedacht voor Lars om te gaan doen. En hij weet nog niet wat. Dus ik ben benieuwd of hij het leuk gaat vinden. Zullen het zien. Ben je klaar? Hup. Het is dus niet leuk om een verrassing voor Lars te verzinnen. Want hij raadt het. Hij had het van de week al geraden. Maar toen had ik wel echt goed geacteerd of dat het niet was, toch? Ja, maar ik wist gewoon dat dit was. Omdat dit het enige, zeg
maar we hadden het hier over. Nee, daar laatst langs zeggen, oh, dat wil ik echt graag een keer doen. Echt? Ja. Maar goed, Lars gaat dus skydiven en ik kan niet meedoen, want ik ben zwanger. Ja, dus en nu wilde hij het ook niet meer doen. Nee, nu vind ik het niet. Ik wou dat met jou doen. Ja. Dus ik ben allemaal van die andere mensen in een groepje en dat wil ik niet. Ja, ik kan ook weer naar huis gaan. Ja. Wil je echt dat? Als je het niet wil, wil je het niet. Ik wil het wel echt doen, maar ik vond het gewoon leuk om met jou te doen. Ja, dat snap ik. Ik vind het ook leuk om wel wat te kunnen doen. Ik ben er net achter gekomen. Ik stuur in de groepsapp met Lester en Christy stuur ik. Zo cool, ik ga zo meteen skydiven. Maar Monica is aan het rijden, dus ik kon niet in de app kijken. Dus toen stuurde er allemaal in. Ja, ik wist het, echt super gaaf. Dus ze hebben zich al versproken. Ze hebben zich niet versproken. Jij bent zo zielig. Dat je niet gewoon een verrassingje kan afwachten. Ja, dat kan jij wel. En dat als ik het dan uiteindelijk... Ja, jij kan het wel goed, toch? Nee, maar ik hou sowieso echt niet van verrassingen. Nee, ik ook niet. Ja, dat blijft. Ik heb je nog redelijk met rust gelaten de hele week. Je hebt elke dag gevraagd, wat gaan we doen? Ja. Eén keertje per dag, dat valt echt wel mee. En nu vind je het niet eens leuk. Nee, ik wil het gewoon niet alleen doen. Ja, maar je moet het sowieso alleen doen. Ik hou niet van om alleen te zijn. Ja, nou ja, ben er maar van. Jij zit ver weg. Ik ga naar jou kijken heel de tijd. Ja, ik ben ook jaloers. Ik zou ook willen dat ik mee kon doen. Ja. Ik verzin nog eens een keer iets. Nee, ik vind het wel leuk. Je vindt het niet leuk. Ik vind het wel Jij leuk. Hebt er geen zin in. Wel. Maar je hebt er echt geen zin in. Het is ik niet zie leuk het om alleen te doen. Je moet het sowieso alleen doen. Ja, maar je snapt wat ik bedoel. Het is toch leuk als je dan met mensen bent die je kent, zeg maar. Dan ga je alleen. Ik had je vrienden moeten uitnodigen. Ja. Wie? Ja, één iemand, Lester. En waar gaan we morgen eten? Dat zeg ik niet. Raad maar. Nee. Jackie? Bij het conservatorium wat dan? Tycho heet dat. Tycho. Nee. Wat hebben we nog meer? Ik weet het niet. Is het iets waar we nog nooit hebben gegeten? Ik weet niet of jij er ooit hebben gegeten. Ik weet ook niet of ik er zelf ooit heb gegeten. Hoe kan je dat dan niet weten? Omdat ik uit mijn nek lul. Nee, ik weet het niet. Je vindt het echt niet leuk. Ik voel het aan alles hoe je je gedraagt. Ik voel het gewoon hoe jij je gedraagt. Dat je dit echt heel kut vindt. Ik zeg toch dat ik het heel leuk vind. Alleen niet om alleen te doen. Ja, dus dan heb je er nu geen zin in. Oké, we zijn nu dus binnen. En dat gaat Lars straks doen. En bij mensen gaan die wakker helemaal zo. Normaal. Nee, je ziet het nog wel een beetje. Bril zit zo strak.
een dikke kop. Dat was echt super leuk. Echt fucking gaaf. En gelukkig was het een beetje een jonge jongen die een beetje... een beetje... waar je vrienden mee kon worden. Ja, ik had zomaar een mattie kunnen maken in de groep. Dus het was echt fijn, maar nee, het was echt super gaaf. Dank je wel. En nu gaan we even een cadeautje kopen voor Lars' lieve stiefmoedertje. Stiefmoedertje? Jij ziet haar niet als stiefmoeder, hè? Nee, maar dat mocht ik nooit zeggen. Oh. Want dat vindt ze echt fucking erg. Sandra, als je kijkt, stiefmoeder! Vindt ze echt niet leuk. Nee? Nee. Dus, hoe zegt Jos Martijn? Bonusmama. Lars' bonusmama. We gaan even een cadeautje halen voor Lars' bonusmama. Sorry, ze is jarig gaat ze dit horen? Want ze is jarig geweest. Dus we gaan er vanavond eten. We zijn weer thuis. We hebben Zuid-Afrika gegeten vanavond. We hebben letterlijk, wat was het nou? Struisvogel. Struisvogel gegeten. En ja, zijn we een ervaring rijker. Mijn vader moest dat even testen. En oh my god, ik zou eigenlijk die video die ik afgelopen week opgenomen met Kai dit weekend uploaden, maar die komt op woensdag. Dus weten jullie dat? En ik ben echt in shock, want fucking Kylie Jenner is gewoon moeder geworden. Dat is echt bizar. Het is zeg maar, het was al een beetje een soort van roddels, maar het is niet echt uitgelekt als in dat mensen het echt wisten. En echt heel veel mensen wisten ervan, want als je bedenkt dat zeg maar al die cameramensen of zo, of en alleen de mensen van het geluid en heel veel vriendinnen van haar en ook die hele familie, nou die is ook niet echt bepaald subtiel, klein zeg maar. Dus dat vind ik echt bizar. Degene die er even bezwangerd. Ja, degene die er even bezwangerd. Ja. Een van de drafische squad. Dus ja, maar goed, het is in ieder geval zondagavond, dus ik ga de vlog afsluiten. En ik zie jullie woensdag met video over Temptation Island. En daarna weer volgende week met een vlog. Doei!